zijn samen één. Comic-Con is een conventie, ten name draait het om comic books. Tegenwoordig zijn ze bekend voor films, maar het is begonnen allemaal bij comics. Ik denk dat het een heel brede variatie wel op afkomt. Je hebt sowieso natuurlijk de mensen die de cosplay zelf maken, dus de artistieken die het zelf doen graag, die het willen showen. En terecht ook, dit waar beter dan hier. En daarnaast heb je natuurlijk de mensen die gewoon interesse hebben in de comic books, de strips. Maar ook vaak zie je dat de waren die verkocht worden op dit soort evenementen niet bij veel winkels te krijgen zijn. Dat trekt ook aardig wat mensen. Dit is de plek waar we de rolkaartspellen doen. En mensen kunnen hier komen om het spel te leren. Je ziet hier voor wat winkels waar mensen kaarten kunnen kopen. En je ziet ook veel mensen verzamelen kaarten wel, maar weten helemaal niet hoe het kaartspel werkt. Dus we zijn hier eigenlijk om mensen het gaan uit te leggen hoe het spel werkt. Princess Peach. Hey, wat? Mijn mama heeft dit zelf gemaakt. Zelf gemaakt? Ja. Nou, dat vind ik heel knap, wat mooi. Wat ga jij doen hier vandaag? Denk ik Pokémon spelen. Met de kaarten? Ja. En kun je dat al goed? Ja. Ik ben Hatsune Miku. Dat is een hologram zangeres. Cosplay zelf al 14 jaar. Ik ben nu 23, dus ik doe het al best wel een tijd. Is het dan nog wel een hobby of is het een levenswijze? Voor mij is het echt een hobby. Voor mij is het echt een uiting van mijn creativiteit. Dus dat vooral. Ik doe cosplay van Call of Duty. Ja, want dit is voor het eerst dat Comic-Con in Apeldoorn georganiseerd is. Maakt het dat makkelijker? Ja, veel makkelijker. Anders moet ik helemaal naar Utrecht met de trein. Wat ben jij aan het doen? Aan het racen van Formule... Oh. Je moet wel zorgen dat je niet uit de bocht vliegt, hè? Ja, ik ben niet zo goed in. Succes met racen en zorg dat je het stuur recht houdt, hè? Ja. Bardo, we staan op de allereerste Comic-Con in Apeldoorn. Je presenteert deze dag vandaag. Hoe komt dat zo en wat doe jij normaal? Ja, het is de eerste keer. Ik kreeg een mailtje van een paar studenten die zeiden van joh, kijk, wij willen iets organiseren in Apeldoorn. En we hebben gezien dat je wel eens, want ik heb wel eens voor Utrecht de echt grote Comic-Con mogen presenteren. En ze zeiden, zou je ons willen helpen? Ik zei, ja tuurlijk, lijkt me lachen. Ik kom uit Deventer, heel dicht bij Apeldoorn, hier gestudeerd ook nog. Shout-out naar Kortebos. En dat is voor mij een beetje, ja, dit is een thuiswedstrijd. Het was sowieso uitverkocht, echt een heel groot succes wel voor een eerste editie. Ik denk dat een hele hoop van de mensen hier ook gewoon lekker komen voor de cosplays, omdat ze fans zijn van bepaalde nerdy dingen. Het staat helemaal los van mij eigenlijk. Hoe cool is het dat we in het oosten ook een kleine Comic-Con hebben zoals deze? Nou, dit is het begin, hè? Dit is de aanzet tot. Zeker. We gaan het hele marktplein overnemen, alles hier. Gaat leuk. Dag, wat een originele outfit. Wie is dit? Dit is Slinky van Toy Story. Slinky? Ja, Slinky. Hij is wat groter dan gepland, maar hij is wel heel mooi geworden. Ja, heb je hem zelf gemaakt? Ik heb hem zelf gemaakt. Hij is een helduiver van de game Helldivers 2. Dus eigenlijk een soort van soldaat voor Super Earth. Ja, doet me een beetje aan de vlag van Europa, denk ik. Ja, hè? Lijkt er wel op. Hier strijden we voor, hier vechten wij voor.
voor Super Earth. Is van vandaag eigenlijk het belangrijkste wat jij deze bezoekers mee zou willen geven of aan willen dragen? Ja, het is hetzelfde bij elke con eigenlijk. Twee dingen. Allereerst het leuke stukje. Wees wie je wil zijn. Joh, als jij ergens van houdt, doe een gekke broek aan. Kleedjes als je wil. Doe wat je wil. En dat is heel leuk hieraan. Dit is een van de meest veilige open gemeenschappen die je kan hebben. Dus de beveiligers vandaag die hebben een topbaan, die hoeven niks te doen. Echt nul. Het enige wat ik erbij wel zou willen zoeken is hoe leuk het ook altijd is. Popculture, media, filmseries. Het is prachtig, geniet ervan. Maar laat het niet een uitvlucht zijn. He, dat als er iets kuts gebeurt in je leven of iets naars en je bent zit echt even, praat erover, zoek mensen op. En hopelijk op een dag als vandaag, als je al die mensen samenzet, dat ze elkaar kunnen vinden en erover praten. Maar vooral dus de eerste, blijf lekker jezelf en doe wat je wil. Want iedereen mag er zijn en hier is een plekje voor iedereen.